Dag Hans, de Chinese president Xi Jinping die was vorige week in Frankrijk. Het was zijn eerste officiële bezoek aan Europa in 5 jaar tijd. Voor ons is dat een goede gelegenheid om het nog eens over China te hebben. En we hebben ook cijfers, hè. De Chinese economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 5,3% gegroeid in vergelijking met een jaar eerder. Hans Bevers, chief economist bij De Groof Peterkam. Wat betekent dit nu eigenlijk? Is de Chinese malaise veroorzaakt door de vastgoedcrisis achter de rug? Die speelt nog heel duidelijk, maar recent zien we wel tekenen van verbetering. Met name in de verwerkende nijverheid, waar toch die activiteit en de nieuwe bestellingen toenemen. Je ziet dat trouwens ook aan de koperprijzen, die de voorbije maanden duidelijk is gestegen. Een duidelijke correlatie ook met die activiteiten in de industrie. Maar daar staat tegenover dat de dienstensector niet al te goed in vorm is. En dat hangt op zijn beurt dan weer samen met de consument, de consumptie. De consumptie is allesbehalve echt krachtig. En dat kunnen we natuurlijk ook weer steken op die vastgoedmarkt, op die problemen in de vastgoedmarkt, op het zeer lage vertrouwen dat vandaag leeft bij Chinese gezinnen. Wat is de impact op de inflatie? Zeer laag, nog altijd. Dat speelt eigenlijk al een jaar. Dus om echt te spreken over deflatie, dat is misschien net iets overdreven, maar zeer lage inflatie. En in combinatie met die groeizorgen toch nog altijd, ja, heeft dat ook de Chinese overheid aangezet tot stimulus. Hè. Dus ook het feit dat die stimulus een dominant thema blijft, geeft toch aan dat er een zekere fragiliteit zit vandaag in die Chinese economie. Ik hoor jou spreken over een stimulus, Hans. Waaruit bestaat die stimulus eigenlijk? Die stimulus is drieledig. Je hebt een monetair luik, een verlaging van de reservevereisten voor commerciële banken. Daardoor kunnen ze iets meer kredieten terug toestaan. Dan heb je het budgetaire luik, centrale overheid, niet zozeer de lokale overheid, die overheidsobligaties uitgeeft om investeringen te doen. Dus infrastructuurprojecten, dat zie je nu toenemen. En ten derde heb je het programma van de zogenaamde productieve krachten, de nieuwe productieve krachten. Dat is eigenlijk de term die voortkwam uit het Volkscongres van maart eigenlijk. Hè. Nieuwe productieve krachten, dat klinkt een beetje mysterieus. Wat moeten we daaronder verstaan? Ja, dat doet, of dat deed mij in ieder geval in eerste instantie denken aan een Karl Marx, die ook sprak van productieve krachten. Af en toe ook aan Deng Xiaoping, die ook echt wilde inzetten op nieuwe productie. En hier heb je eigenlijk een beetje hetzelfde. Het gaat over een innovatiegedreven technologische productie, hoogwaardige technologische productie, misschien om het met een boutade te zeggen, in plaats van made in China, zoals we al decennia gewoon zijn, gaat het hier over designed in China. Het gaat over investeringen in elektrische voertuigen, in batterijen, zonnepanelen, windturbines, dus hoogwaardige technologie, met als bedoeling die productiviteit op te drijven en ook die afhankelijkheid van het Westen een beetje terug te schroeven. Maar of dat zou lukken, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Ja. Ja Hans, de strategie is duidelijk. China wil vooruit, maar we zitten nog altijd in tijden met geopolitieke spanningen. Dus die strategie uitrollen in de praktijk zal misschien niet zo makkelijk zijn. En tegelijkertijd heeft China nog altijd een aantal structurele problemen. Ja, inderdaad. Hè. Dus geopolitieke fragmentatie is er daar één van. Dat is natuurlijk een nieuw gegeven. Enfin, het speelt al langer, maar het is nog altijd echt op de voorgrond vandaag de dag. Dan heb je demografische uitdaging. Dat is niet iets wat ze onmiddellijk kunnen verhelpen, maar tegen 2050 krimpt de bevolking op beroepsactieve leeftijd met 20%. Dan is er nog het feit dat die vastgoedmarkt niet onmiddellijk voor verbetering staat en dat echt de groeimotor was de voorbije decennia. De consumptie die is te weinig aanwezig vandaag de dag. Er zijn ook schulden, met name bij lokale overheden. En dat alles maakt dat volgens mij de Chinese economie toch echt nog altijd voor structurele uitdagingen staat. Ja, die economie zit nog altijd niet in rustig vaarwater. Wat betekent dat voor jullie beleggingsstrategie? Houden jullie Chinese activa aan? We hebben er. We zijn onderwogen Chinese aandelen, maar we hebben er wel. De voorbije jaren heeft dat wel eens gewogen op het rendement. Daar moeten we eerlijk over zijn. Maar recent heeft het dan ons weer geholpen. Chinese aandelen zitten sinds een aantal maanden terug in de lift. Dat komt ook door die stimulus die Chinese beleidsmakers uitrollen. Maar op lange termijn zijn er die structurele uitdagingen nog wel. En ook wel de governance, de manier waarop bedrijven en toezichtshouders aandeelhouders behandelen. En dat doet ons toch voorzichtig zijn op die lange termijn. Hans Bevers, bedankt voor jouw toelichting. Graag gedaan.